geweldig. Oh my god. De lekkerste lobster roll ever. Echt ever. En ook de allereerste. Zo mooi de kerstverlichting van Dior. Hallo, bonjour everybody. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben nu met Niels onderweg naar Parijs. En we zijn in Parijs. En op zich is die reis wel te doen. Alleen in Parijs is het altijd super druk en chaotisch. Dus voordat je dan eenmaal op bestemming bent, dan duurt het even. Maar we zijn er en ik heb er zin in. We zijn nu in Galerie Lafayette en ze hebben altijd al mooie dingen, zeg maar, in het warenhuis. Maar nu hebben ze dus echt zo'n super mooie kerstboom voor allemaal ballonnen. Moet je even kijken. Is toch geweldig, oh my god. En dan hierboven. De reden dat we trouwens in Parijs zijn, is omdat Niels vandaag jarig is. En hij wordt oud. Toch? Nee, valt wel mee. Hij is 28 geworden. We gaan nu eten bij ons favoriete restaurant La Venue. Het is iets over 9 en ik vind dat lekker als we in Parijs zijn te laat eten. Dan heb je lekker veel in je dag en het is gewoon gezellig. En ik denk dat iedereen het ook doet hier of zo. Gewoon laat pas eten. Dit is mijn outfit. Ik heb een zwart jurkje aan met wijde mouwen. Ik weet niet meer waar die van is, want ik heb hem echt al super lang. En mijn Chloe boots. Het is echt heel slecht weer, dus ik dacht ik doe geen hakken aan. Ik doe deze boots aan, want die kunnen eigenlijk overal bij. Dus, en we hebben echt super erg trek. Oh ja, en ik vergeet bijna het jasje die ik erover doe. Dat is deze van een oude collectie van H&M in samenwerking met Balmain. Dus ik ben een all black everything met gouden details. Oh ja, en mijn oorbellen. Mijn oorbellen. Die zijn van Club Manhattan. Ik weet niet of dat beeld zo lekker eruit ziet als in real life. En je kan het ook niet proeven, maar het is echt zo lekker, deze spicy tuna met avocado tartaar. Goedemorgen, nieuwe dag. We gaan nu buiten de deur ontbijten. Alleen weten we niet zo goed waar, dus gewoon even kijken in de buurt. En er zitten genoeg Franse tentjes en ook plekken om te ontbijten. Dus dat gaan we eerst doen en dan gaan we naar Supreme in de hoop dat er nieuwe kleding en zo er is. Want er zit hier een winkel. En dan gaan we verder de stad in. Dit is mijn outfit, mijn H&M jas. Trui van Alberta Ferretti. Broek van Victoria Beckham. Chanel en Vans. Supreme was een onbegonnen zaak, want het was echt super druk. En je moet je inschrijven voordat je de winkel in kan. Dus die hebben we geskipt. Maar nu gaan we naar Colette. En de laatste keer Colette gelijk. Want ze gaat permanent sluiten. We zijn nu bij Frenchie to go, want het schijnt dat ze hier de beste lobster roll hebben. Dus zeg maar kreeft in een broodje van Parijs. Ik ben echt benieuwd, ik hou echt. Of wij houden eigenlijk allebei echt van kreeft, toch? Als die net zo smaakt als dat hij eruit ziet, dan ben ik echt een lucky ass girl gewoon. Dat was sowieso de lekkerste lobster roll ever. Echt ever. En ook de allereerste. Maar weet je betaalt best wel veel geld als je denkt voor een lunch, maar het is het echt sowieso waard. Dus als je ooit in Parijs bent en je houdt net zoveel van kreeft als wij, dan moet je echt naar Frenchie to go. Want die hebben echt de lekkerste lobster roll. Oh, en de chef was Nederlands, dat was wel heel erg grappig. Dat was wel leuk. Thank you.
We hebben net bij Klaus ontbijt op. En dat was super lekker, waar we al eerder geweest. En dat ontbijt is echt gorgeous gewoon. Je moet wel reserveren als je er van tevoren heen wil, want het is altijd gigadruk en er staan elke dag, maar niet dat het verdacht is, staan er mensen in de rij te wachten om te kunnen ontbijten. En nu zijn we bij Le Bon Marché, het ware huis, en die hebben echt een prachtige kerstafdeling. Deze vind ik zo mooi. Prachtig, maar ik zou niet eens op hiervan volgens mij. En je kunt hier dus ook gewoon je eigen kerstbal laten personaliseren. Ook super leuk. Zo mooi de kerstverlichting van Dior. Echt pretty. Sowieso eigenlijk hier de hele straat. Echt heel mooi. Ik ben terug uit Parijs en het was echt zo leuk. Het was echt, ik weet niet. Ik ben vaker in Parijs geweest, maar het was echt gewoon genieten en het eten was lekker en de sfeer. Het heeft alle drie de dagen geregend, maar het had ook iets leuks of zo. We hadden een hele grote paraplu mee en we liepen dan samen. Dus ik ben de hele tijd onder die paraplu, ik weet niet. Het had gewoon heel veel sfeer, maar Parijs is ook gewoon een hele sfeervolle stad. En nu ben ik met mijn schoonouders en mijn eigen ouders en met Niels' oma en met Niels zelf natuurlijk in een restaurant. Het heet Wollerich en het heeft 1 Michelinster. En we zijn hier om te vieren dat Niels' ouders 35 jaar zijn getrouwd. Sheila. Ja. We zijn er wel in. Ja. Die staat echt groot, hè? De goudprijs. Nou, weet je, het is natuurlijk erg moeilijk. Ja, hallo. Ja, thank you. Wat is het, Jan Renetti? Ja. Blanc de blanc Magnum. Yes. Kan hier wel in, denk ik. Wow. Dit was er weer, jongens, de vlog van deze week met vooral Parijs en een super lekkere lunch van gisteren. Het was echt zo lekker, oh my god. Alles, we hadden zeg maar alleen maar visgerechtjes en alles was heel lekker. Ik weet niet, de sausjes en sowieso hou ik van kreeft dan. En eigenlijk, ik weet niet, alles was gewoon lekker, wijn erbij. Dus daarna, weet je, toen we thuis kwamen, waren we echt allemaal een beetje zo super sloom van de lunch. Maar dat was sowieso waard. En nu is zondag. Er komt een nieuwe giveaway aan. En dan moet je even mijn Instagram voor in de gaten houden. Dus het is geen giveaway via YouTube. Maar echt enkel via Instagram. Het gaat om het geurtje van Jimmy Choo. Dus als je die wil winnen, dan moet je even een reactie plaatsen onder mijn Instagram foto. Die ga ik één deze dag plaatsen. Maar dat zie je allemaal wel bij de foto staan wat je ervoor moet doen. Thanks voor het kijken. Volgende week komt de vlog op woensdag. In verband met kerst. Dus met kerst zijn we in Antwerpen, ga ik wel vloggen. Maar komt dan 2 dagjes later online. Dus hij komt er sowieso maar iets later. Super bedankt voor het kijken. Abonneer je alsjeblieft gratis als je het niet hebt gedaan. En ik ben buiten adem. Tot de volgende keer hopelijk. Ciao!